Kijk, John, dit is een katje waarvan de moeder waarschijnlijk weg is. En dat beestje de piept de hele dag. Dus we hebben even een kartonnen doos voor hem gemaakt. En eventjes aan de bovenkant opengelaten, anders gaat hij natuurlijk wegkruipen. Dat is niet de bedoeling. Maar dit is aan de overkant bij ons. Kijk, wij zitten dus daar. Dat is ons huis. En dit is een hele mooie tuin van onze overburen. Met mooie planten en zo. Dat is wel mooi. Leuke tafeltjes en zo. Maar hij eet lekker. Maar gisteren hadden we even een deconfiture. We hadden hem eventjes in onze tuin gedaan. Ik denk dat is misschien beter, dan kunnen we hem in de gaten houden. Maar toen rende hij naar de overkant. Nou, hij rende onder een taxi. Nou, dat ging net goed, joh. Anders was het ding zo plat geweest als een dubbeltje. Maar ik heb een schatje, man. Ik weet even niet wat er is. Ik denk dat het een vrouwtje is. Maar het is een ontzettend lief katje, heel jong. En ja. We geven maar een beetje vlees en kaas en zo. En ik heb een bakje vers water voor hem neergezet. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar het is een heel slimpie. Hij verbergt zich achter deze potje. Zie je die theepot? Hè? Daar gaat hij achter zitten. Die komt net met het eten hier aan. Ik denk, waar is die kat nou? En die kroopt dus achter deze Egyptische vaas vandaan. De theepot. Ja, dat zijn echt. Ja. Want dit is de story van onze kat. We noemen hem Mini. Mini. Ja, dat is vrij duidelijk. Hè? Mini betekent klein. Oké, nou dat was.